Melkweg zit onze zonnestelsel en andere zonnestelsels. In de Melkweg zitten er meer sterren dan er zandkorrels zijn op de aarde. Er zijn nog meer sterrenstelsels dan de Melkweg, wel miljarden. Een zwart gat is een gebied in de ruimte dat zoveel materie heeft dat er zoveel zwaartekracht is dat zelfs het licht niet kan ontsnappen. Het is dus eigenlijk helemaal geen gat. Het lijkt alleen maar zo. Onze zon is ook een ster, maar dan hierbij. Sterren zijn heel erg warm. Het zijn grote bollen van heet gas. De zon is eigenlijk een bal die heel heet is. Die bestaat uit hete gas. Die heeft zo'n temperatuur van 6000 graden. En de zon is heel heet, dus ga er niet heen. De zonnevlammen is zelfs groter dan de aarde. 8 keer zo groot. Het zonnestelsel heeft 8 planeten en ook 2 planeten. En heel veel asteroïden. De planeten draaien om de zon. Mercurius is best wel omdat het dicht bij de zon staat. En het is bedekt met een heleboel kraters. En het is de kleinste planeet van het zonnestelsel. Venus is 465 graden. De dampkring is heel giftig, daar moet je niet heen. Venus heeft superveel vulkanen en lava. Door de dampkring is het zelfs warmer dan Mercurius. De mens heeft de maan ontdekt in 1969. De maan draait om de aarde. Tussen de maan en de aarde zit het 400.000 kilometer. De aarde heeft zuurstof, water en goede temperatuur. We hebben nog geen andere planeet ontdekt dat het ook heeft. Het is wel 150 miljoen jaar geleden waren er vulkaanuitbarstingen op Mars. Er rijden ook robotwagentjes rond. Het wordt de rode planeet genoemd omdat er veel ijzer in de grond zit. Jupiter is de grootste planeet. Het heeft 79 maanden. Jupiter heeft geen vaste grond. Maar is het een gasplaneet. Er is een storm op Jupiter die altijd doorgaat. Die zo groot is de aarde. Saturnus heeft ringen, stenen en van ijs. Vanaf de aarde heeft deze planeet 's nachts een gouden schijnsel. Op Saturnus kan je niet leven. Het is een gasplaneet net zoals een Jupiter. Uranus is een gasplaneet. Hij draait niet rechtop, maar hij ligt op zijn kant. Neptunus is een melkplaneet en het is een gasplaneet en het is heel ver weg. Sommige raketten zijn heel groot, zoals Saturn V. Die is namelijk 111 meter hoog. De Saturn V worden gebruikt voor de Apollo-missies. Het is een grote raket die de mensen ooit maakten. 90% reist de astronauten 400.000 kilometer van de aarde. Zij zijn het verste in de ruimte geweest. Dit was de Apollo 13 missie. Deze missie ging niet goed en het was heel spannend om ze terug te hebben. Een jaar eerder was de eerste maand. In Nederland hebben we alleen één astronaut, dat is André Kuipers. We hadden ook Wobbel Okkels, maar die is overleden. André Kuipers heeft in het ISS half jaar gewoond. Het ISS is het ruimtestation waar André Kuipers heeft gewoond. Wetenschappers doen hier onderzoek. Er zijn veel satellieten in de ruimte. De satellieten helpen ons met internet, routeplanners, televisie en satellieten hebben zonnepanelen voor energie, antennes, meetinstrumenten en steunraketten. De Hubble hebben we al 32 jaar al en nu krijgen we een nieuwe telescoop. Dat heet de James Webb. We gaan 1 miljoen kilometer weg van de aarde.
houden. Bedankt voor het kijken naar onze ruimtefilm.